onze recensent snel een grondige analyse klaar. Het is van dat of wat. Jawel, ja. Die mensen hebben hier een berichtje getypt. Oei, nee. Voilà, de recensent heeft al zijn recensie geschreven. Tof. Je krijgt het gevoel te worden ontvangen bij een copain die je in jaren niet meer gezien hebt. Copain, het is maar één van de begroetingen uit het rijke repertoire waarmee Andy connectie maakt met zijn publiek. Jongeman, heb jij die Sjoeke genoemd? Dat kan wel, hè. Beiden worden duidelijk goed omringd. Daarnaast verstaan ze de kunst om zich vooral te focussen op die zaken waarvan ze zelf denken goed te zijn. Dat heeft hem wel goed gezien, denk ik. Dat is heel juist, hè. Food by Herman, mood by Jacques. Ja. En dan de keuken. Oh, nee. Leuk idee alvast om een volledig artisjok met drie fijne dips te serveren. Maar zorg er dan voor dat die comfortabel kan gegeten worden en dus perfect gekookt is. Oh, dat is nog gemakkelijker, hè? Dan koken we die wel langer. Voilà. Hoofdgerecht ziet er mooi uit, maar mist in zijn samenstelling evenwicht, homogeniteit en diepgang. Risotto was te papperig en miste kenmerkende beet. Ja, ik wist niet dat er zoveel controverse kon zijn is over de garing bij de risotto. Ja, dan enkel tegen iedereen met die kip van tassen in een vis. Het gaat enkel over die risotto. Ja. En de ene zegt te hard en de andere zegt te papper. Ja, ja, ja. En met de patat heb je dat. Ja. Hartig en smaakvol is zeker het hoofdgerecht rond Gnudi. Aan tafel opgepept en ondergesneeuwd met verse parmezaan. Kooktijden van asperges konden beter. Ze waren iets te ver gekookt, maar de smaak was behoorlijk. Fijn nagerecht rond een koekoeksnest en koekoeksei. Dus helemaal aangepast aan het thema. Knap gepresenteerd, subtiel van smaak, verfrissend en fruitig. Prima afsluiter. Hoef. Enthousiast mijn inzet, nog wat bijkruiden en meer nauwkeurige kooktijden. Een vlugge extra focus kan in elke branche wonderen verrichten. Voilà. Zal ik me speed wat beter focussen? Hè? Een vlugje. Dat is goed, hè? Dat is nooit veel. Dat is goed. Het is ook goed, er moet natuurlijk ook wat kritiek. Allee, stel, hij kan ook niet gewoon zeggen van, oh ja. Hij deze... zou dat kunnen zeggen. Het kan niet beter. We zijn dat toch gewoon in ons carrière? Ja, dat iedereen... iedereen zegt, ik heb nog nooit van zijn leven over mijn carrière van een criticus iets negatiefs gehoord. Jij misschien wel, maar ik niet.